Praxis, Intratuin en de Nederlandse woninginrichters presenteren Eigen Huis en Tuin. Een leuk feestje van de week. Ja, had je heel goed georganiseerd. Ik had tenminste ook goed naar mijn zin. Ja, leuk drinkje erbij. Ja. Ik vond het echt gezellig. Absoluut. Leuke locatie. Ja. Perfect gedaan. Hé, maar even iets anders. Denken jullie dat we een heel mooi voorjaar krijgen of niet? Ik weet het niet hoor. Maart roert ze staat. Ze zeggen het niet voor niks. Dan weer goed, dan weer slecht. Geeft helemaal niks. Het is een normaal voorjaar. En die vorst en die sneeuw kunnen helemaal geen kwaad voor die planten. Nee, echt niet. Nee. Maar gisteren was het 10 maart, hè? Het weer dat op 10 maart is, blijf je 3 weken lang. Hoe kom je nou toch weer aan die wijsheid? Weerspreuk van moeders winkels. Nou, mijn moeder had er ook een en die klopt wel. Onweer op het Dorhout is een voorjaar nat en koud. Nou, dat heb je gezien. Oh, nou, en dan heeft moeder Goos er ook nog een, hè? Als het morgen niet regent, is het droog. Ja, nou, die klopt in ieder geval. Maar die klopt altijd, die toch? Klopt, ja, dat ja. Trouwens, zeker gelijk. Voor de weermannen begint de lente al op 1 maart, hè? Ja, dat wist ik. Ja, dat wist ik. Maar de lente voor de planten en de natuur begint pas op 21 maart. Ja, dat is het. We jagen haastig door het leven. Zware baan, altijd druk, nooit even tijd. Haastig door het leven. De greep op alles zomaar kwijt. Het einddoel komt dan toch in zicht. Waar je rust vindt voor heel leven. Waar je heerlijk voor jezelf bent thuisgebleven. Waar je heerlijk voor jezelf bent thuisgebleven. Ik heb sneeuw al niet gemaakt, hoor. Ja? Ja. Gelijk heb je. En je glundert, dus je hebt het niet alleen gedaan. Nou ja, weet je, we gaan beginnen. Goedenavond allemaal en heel hartelijk welkom bij Eigen Huis en Tuin. Vandaag zitten er nog wel wat gezinnen in de uitzending. Een gezin dat bezig is met de koop van een huis. Een gezin dat een heel nieuw interieur gaat aanschaffen. En een gezin met een bijzondere vloer. En dat hele nieuwe interieur, nou, dat was typisch een klus voor Karel. Ja, kom eens even kijken. Ja, fijn. Kom binnen, Karel. Ja, hallo. Dit is Volker, man. Hallo, Karel. Ja, ik heb helaas niet meer een paspoort. Nee, nou, dan ga ik daar toch even op zitten. Dus jullie zijn net verhuisd en je hebt eigenlijk weinig spullen meegenomen. Alles is verkocht. We hebben al dingen weggegeven. We willen echt helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja. Aha. Ja, jullie hebben mij gevraagd om daar wat adviezen bij te geven. Maar hebben jullie zelf al ideeën? Ja, ik wil het graag kleurig hebben. Dat is juist het probleem. Ik wil het wel rustig hebben. Ja, ja. Jullie hebben wat verschillende meningen wat dat betreft. Maar nou, ik denk dat we daar altijd wel uitkomen. Als we dadelijk eens wat dingen gaan bekijken, dan moet dat altijd wel lukken. En zijn er nog andere ruimtes die je in wil richten hier? Ja, de kamer van Sven en onze slaapkamer. Die, ja, ja. Daar hebben we nog niet zoveel ideeën over, in willen richten. Nou, weet je wat we doen? Ik neem dadelijk even wat maten op. En dan kunnen we daar eens even wat dingen op tekening zetten. En misschien is het dan handig om eens even naar de winkel te gaan en daar wat dingen te bekijken. Ja. Ja, ja, wat betreft de lamellen, we willen eigenlijk gordijnen hebben. Oh, die zijn nog van de vorige bewoner? Ja. Ja, ja, dat, nou, dan kunnen we gelijk ook even naar de gordijnen kijken. Dan nemen we dat in één keer mee. Ja. Bier koffie? Ja, lekker. Terwijl dit gezin op zoek gaat naar nieuwe meubels, is de familie van Leeuwen op zoek naar vloerbedekking. Nou, een half jaar geleden hebben wij ingeschreven voor deze woning. En eindelijk, het is zover. Hij is opgeleverd. Alleen dan kom je met problemen zitten. Hoe ga je het aankleden? Vooral belangrijk voor ons was de vloer, want wij hebben een kat. En je wil niet iets dat het meteen onder de krassen zit. Dus het moest een duurzaam iets zijn. Nou, we hebben voor onszelf de mogelijkheden nagegaan wat op dat gebied mogelijk was. Nou, we bleven er maar 2 dingen over. Op een gegeven moment, dat waren kurk of een korreltapijt. Nou, kurk, dat hebben we nu al 15 jaar liggen, dus daar waren we een beetje op uitgekeken. Dus hebben wij toch maar gekozen voor korreltapijt. Wij zijn erop uitgegaan en we hebben ons vervoegd bij de showroom om ons daar goed voor te laten lichten van wat de mogelijkheden zijn, de kleuren zijn, hoe het onderhoud ervan is, wat de prijs is en al dat soort dingen. Nou, en op een gegeven moment hebben we toch besloten om dat te nemen. En het fijne daarvan was dat ik een heel ontwerp kon maken naar mijn eigen smaak en mijn eigen kleuren. En dat dat dan door de vakman helemaal prima in orde gemaakt wordt.
En die vakmensen beginnen met het uittekenen van het patroon op de vloer. Met een smetkoord worden de plaatsen van de aluminiumprofielen bepaald. Deze profielen vormen de scheidingslijn tussen de verschillende kleuren. De profielen worden met verwarmde lijm op de betonnen vloer geplakt. Na afkoeling is deze lijm gelijk uitgehard. De vloer en het ontwerp zijn nu nog niet echt zichtbaar. Maar als de lijm straks droog is, gaan we verder. En dan wordt duidelijk hoe bijzonder deze vloer is. Wat wil jij allemaal doen? Sjokje, vertel erop. Ik zou eigenlijk naar mevrouw gaan om een probleem van de week op te lossen. Maar gezien mijn koorts doe ik dat maar niet. Ik geef je helemaal gelijk. Ja, nou, het heeft met de tuin te maken. Maar die mevrouw heeft een heel mooi aangelegde tuin. En die heb alleen vergeten de verlichting erin te brengen. Dus dan ben ik er op zoek gegaan worden. En dan heb ik toch denk ik wel wat gevonden als alternatief. Dit is kabel, die kan je boven de grond gebruiken. Je weet het, anders moet je natuurlijk je hele tuin ondersteboven spitten. Speciale grondkabel hebben 60 centimeter diep. Maar dit is wel erg handig, dat zal ik eens even laten zien. Je gaat gewoon met een stekkersysteem. Steek je hem erin. Dan heb je 30 meter van die platte snoer erbij. En waar je nou je andere lampen wil zetten, dat maakt niet uit. Kijk, er zit een stekkertje bij. Er zitten twee puntjes aan. En dan gaat hier het kabeltje erheen. Op deze manier. Kijk, en op het moment dat je de andere helft erop draait, prikken die puntjes erdoor. En is die gemonteerd? En is die gemonteerd, heb je de spanning overgebracht. Ja, en je past gewoon het andere stekketje op. Hé, hey, en ik zie dat er ook een travootje bij zit. Ja, travootje erbij, want ja, je weet het, als je bovengronds werkt, dan mag je sowieso natuurlijk niet met 220 werken. Dus op 12 volt, lekker laagspanning. Oh, jongens, leuk! Nog meer tuinverlichting. Nee. Hoezo? Nico, die zou een probleem oplossen, maar dan moest hij buiten werken en hij voelt zich niet lekker. Dus hij zit hier aan het monteren. Ja. Oh. Dan doe ik het een andere keer wel. Ja. Maar ik wil ook best nog meer tuinverlichting hier in de tuin hebben. Ja, bekijken we later wel even. Ah, jawel joh. Vind ik zo leuk. Lekker zwoele zomeravond. Zwoele zomer. Tuinverlichting, ja, barbecue. Helemaal in de sfeer. Helemaal te gek. Ja, ja. Ja toch? Ja, zeker. Beloofd? Ja. Ja, laat het maar beloven. Jij gaat snoeien? Ik ga snoeien, want jij hebt het over tuinverlichting. Maar een beetje licht in de tuin van de zomer, dat is ook wel leuk. Ja. En er hangen enorm veel takken hierover. En die ga ik eruit snoeien. En dat doe ik met deze. Zie je, er zit een hele lange steel aan en het is een soort snoeischaar op een stok. Ik knip hem zo door. En dan zit hier zo'n mooie haak en als je tak blijft haken, trek ik hem eruit. Dat is goed als je hoogtevrees hebt. Daar is het al heel makkelijk voor. Want dan hoef je niet meer op een laddertje te staan. Nou, ik heb geen hoogtevrees, maar ik vind het even goed makkelijk. Ja. Maar nou, als de dikkere takken zijn, dus dikker dan zo'n 2 centimeter, dan haal je hem er dus af. En dan kan je hem vervangen door een snoeizaag. Kijk. Ja. En die snoeizaag, dan zagen ze door. Ja. Als nou zo'n tak, want als je die wel eens naar beneden valt, dan kan die ook weer in de takken blijven hangen. Kijk, zit een haak aan. Oh, trek hem er alsnog uit. Handig, hè? Ja. Wat is de andere dan, allemaal? Wat ik hier al heb? Ja. De snoeischaar, die ken je. Die ken ik, ja. Dat heb ik al een keer laten zien. Nou, als je een beetje plekken hebt waar dikkere takken zijn, dan doe je dat met een snoeizaagje. Dat is deze. Snoei je ermee door. En dat gaat prima. Want mensen zijn wel eens met dikke takken bezig met de snoeischaar. Dan zie je echt het frikken. Dan zie je het een hele lelijke wond worden. En ik zeg altijd, het is belangrijk dat je een mooie gladde wond hebt. Ja. Kans op ziekte zijn dan klein. Als je nou met zo'n zaagje bij sommige plekken niet kan, heb je ook zo'n snoeitang. Kijk, die duw je zo tussen de struik. Knip je door. En tak is eruit. Slim. Ja. 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 Nou, jij met je tuinverlichting, jij met je snoeiapparaten. Maar ik heb ook weer wat. Wat dan? Ja. Want meubels kopen, dat is dan een probleem, hè? Dat weten we allemaal. Maar meubels inkopen, dat is helemaal wat. Dat is echt een vak. En als woninginrichter moet je continu maar op de hoogte blijven van de allerlaatste trends. Je reist veel, loopt alle beurzen af. En ik zal u wat vertellen. Ik mocht een keer mee naar de beurs in Keulen. Morgen. Nou, want goedemorgen. Lekker vroeg, hè? Heerlijk. Ja, ga jij rijden? Ik ga weer weg. Prima, daar gaan we. Nou, een auto voor jullie? Ja hoor, dat is met meubelen van de beurs. Nou, nog niet van de beurs, zo snel gaat het niet. Maar we proberen natuurlijk altijd wel de diverse primeurs zo snel mogelijk op onze woonboulevard te laten zien naar de beurs. Ja. Daar wil ik even in gaan zitten.
het is leuk, zeg. Oh, het zit nog lekker ook, zeg. Nou, het is ook een heel nieuw... Het is vooral gemaakt om lekker in te gaan zitten, ja, ook, hè? Ja. Want Jaap, jij vertelde mij in de auto dat jullie al meer dan 70 jaar meubels verkopen. In de Benelux. En in Duitsland. In Duitsland ook nog eens. Ja. Maar na al die jaren weet je natuurlijk precies naar welke leveranciers je moet. Dat hebben we wel in al die jaren goed onder de knie gekregen, want... Het is natuurlijk zo dat wij met leveranciers zaken doen die ook aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Maar met garantie alleen ben je natuurlijk nog niet. Heb je nog geen attractief meubel mee? Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, er komt iets meer bij kijken. Ten eerste, wat heel erg belangrijk is, is dat het meubel actueel en vernieuwend is. Bijvoorbeeld nieuwe kleuren of een combinatie van verschillende houtsoorten. Of bijvoorbeeld combinaties van riet met metaal en stof. Er zijn allerlei leuke dingen te bedenken. En dat zijn dingen die echt trendzettend zijn. En die willen wij graag aan onze klanten presenteren. Maar als je dan praat over het inkopen van nieuwe trends, hè, dan moet je toch af en toe je nek uitsteken. Laten we eerlijk zijn. Heb je wel eens een misser gehad? Een misser hebben we zeker wel eens gehad. Kijk, doorsnee meubelen kopen, dat kan natuurlijk iedereen. Maar wij vinden ook dat je af en toe iets geks moet presenteren. Ja. Nou, iets geks zijn bijvoorbeeld deze twee tafeltjes, BZ-meubeltjes, de Tam Tam en de Bongo. Waarvan we dus eigenlijk absoluut niet weten hoe de consument erop zal reageren. Ja. Dus goed, je gaat met een lijstje hier naartoe. De garantie moet goed zijn, het meubel moet attractief zijn. Wat nog meer? Wat wij doen is de diverse artikelen combineren binnen een totaal interieur. Zodat de klant meteen een overzicht krijgt wat met elkaar te combineren valt. Dus als wij iets leuks zien, denken we eigenlijk meteen aan stap 2. Waar combineren we het betreffende artikel mee? Maar wat ik nog niet gehoord heb van je, wellicht staat het ook op je eisenlijstje hoor, is de prijs. Want als ik eerlijk ben, als ik een mooi meubel zie, ga ik er eerst op zitten en dan draai ik toch even het kaartje. Eigenlijk doet iedereen dat meer aan, want het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de verkoopprijs. De prijs-kwaliteitverhouding is heel erg belangrijk. We hebben daarvoor een zekere feeling ontwikkeld in de loop der jaren door heel veel naar onze klanten te luisteren. Dus als wij een meubel zien, weten we eigenlijk precies wat de verkoopprijs mag zijn. Ja, ja, dat is natuurlijk toch een van de belangrijkste dingen. Hoi, het draait erom. Hallo. Wat goed dat je ons gevonden hebt. Ja, maar ik ben hier ook al wat vaker geweest. Ik ga lekker zitten. Ja. Nou, ik heb nu de twee professionals bij elkaar. Wat is momenteel de allergrootste trend hier? Draagbare telefoons. Absoluut. Daar loopt echt iedereen mee. Dat is echt ongelooflijk. Ja? Ja, dat is helemaal doorgezet. Serieus graag even. Oh, over meubelen bedoel je? Ja. Nou, wat je in meubelen heel erg ziet, is dat alles weer wat soberder wordt. Hè? Wat rechter, wat strakker. Dus wat, ja, wat meer basic vorm eigenlijk. En in kleuren zie je ook heel duidelijk terug naar natuurlijke kleuren. Van naturel eigenlijk tot donkerbruin. Ja. Ja. Het alles wat ertussen zit. Ja. En dan natuurlijk dit soort wat zachtere materialen, dus wat meer softe tonen, zeg maar. Gezuurde leer, Alcantara. Ja, Alcantara ook, dat is echt helemaal aan het opkomen. Ja. En natuurlijk het hout, hè. Beuken, kersen, noten, dat soort houtsoorten komen ook steeds meer. Veel wordt er trouwens ook gecombineerd, Karel. Hè? Ja. Dus twee soorten hout in elkaar in een fineer gecombineerd. In combinatie ook met het blank aluminium. Hè? Ja, moet je vooral niet vergeten. U hoort het, een internationale beurs. Voor tijd dat u er wat van krijgt te zien. Maar Karel, voor een internationale beurs is Nederland heel goed vertegenwoordigd, hè? Ja. Zalig. Jammer dat er geen geurtelevisie is, hè? Het is echt een jasmijnengeur. Ze noemen hem ook niet voor niets de Kaapse jasmijn. Oh ja? Ja. Dat wist ik niet. Weet jij trouwens wat voor soort plant dat is? Moet je hem broezen? Je moet hem broezen. Dan is het een heestertje. Ja, dat klopt. En ik denk dat daar juist het punt is waar veel mensen problemen mee hebben. Die kopen zo'n plant, die zetten hem in de huiskamer. En dan ineens vallen al die knoppen, want er zit helemaal vol, die vallen er vanaf. En ze weten niet hoe dat komt. Ja, dat komt omdat de luchtvochtigheid in de huiskamer vaak niet goed is. En daarvoor moet je broesen. Als je dat doet, en je doet het vrij regelmatig, vallen ze er niet vanaf. Maar ik heb wel eens gehoord dat als je op de bloemen broest, dat die dan een beetje gaan frotten. Ja, dat klopt ergens wel. Maar niet broesen is veel erger, want dan vallen ze eraf. Dan komen ze niet eens open. Dus als je een keuze hebt, broesen natuurlijk. Hè? Ja.
Kun je ze overhouden trouwens? Ja, je kan ze heel goed overhouden. Het is een plant die je in het voorjaar, maar dan mag het niet meer vriezen, buiten de tuin moet zetten op een plaats in de halfschaduw. En dan haal je hem in het najaar weer binnen, voordat het vriest. Waar je wel voor moet zorgen dat je ze in de huiskamer zet op een zonnige standplaats en bijzonder warm. Minimum 20 graden Celsius en dan gaat hij volop bloeien. Ah, maar dat is dan een kamerplant die nu bloeit? Ja. Hoe lang bloeien ze? Nou, deze kan toch wel ik denk zeker 4 weken mee, hoor. Ja. Ze bloeien vrij lang. En die planten die ik dan altijd op het balkon zie tegenwoordig? Dat is precies dezelfde. Alleen is die zo gekweekt dat die later bloeit. En die bloeit dus mooi op je terras. Heb je een prachtige plant aan. En buiten doet hij, omdat het een half heestertje is, doet hij het heel erg goed. Want buiten is de luchtvochtigheid altijd goed. En ja, dan zou je denken van wat moet ik er dan mee doen? Nou, die kan je ook heel goed overhouden. Dan moet je zorgen voordat het gaat vriezen. Dan haal je die bakken naar binnen. Dan zet je ze op een toch wel warme plaats, minimaal 10 graden Celsius, die moet je hebben. Je verzorgt hem goed, dat broezen doe je regelmatig. En gewoon als het de zomer weer begint, zet je ze weer buiten op je terras. Mm, en die geur dan, toch? Dat is echt een zomergeur. Ja. Hey, even over het gezin van vorige week. Dat ze een huis wilden gaan kopen, wat denk je, gaan ze het kopen? Ik weet het niet. Geen idee, laten we maar gaan kijken. Het zal je maar gebeuren. Je komt op een dag je droomhuis tegen. Een huis met een tuintje, winkels, scholen en openbaar vervoer in de buurt. Voor de kinderen sportclubs op fietsafstand. Maar de bouwkundige staat van de woning. Heel verstandig om met een vertrouwde aannemer de woning door te lopen. Hij kan een inzicht geven wat een eventuele verbouwing gaat kosten. Vaak kunnen die kosten zelfs meegefinancierd worden. We zijn nu bij elkaar om de hypotheek definitief te gaan regelen. Hartstikke leuk. Jullie hebben je droomhuis gevonden. Het voldoet aan jullie leefomstandigheden. De kinderen zijn er blij mee. En wat nu? Ja, we hebben het er samen over gehad, maar we zijn toch van plan om wat verbouwing op voorhand al door te willen zetten voordat we het huis gaan bewonen. Kan dat meegefinancierd worden voor ons? Ja, in principe kan dat. Je zou nog wat meenemen voor me? Ja, ik heb het voorlopig koopcontract. Ja. Oh, en ik zie dat je ook al de jaaropgave meegenomen van de werkgever. Ja, klopt. Ah, uitstekend. Nou, die komen dadelijk heel goed van pas. Ja. Die pakken we dan daar nog wel eventjes. Oké. Wat we nu verder gaan doen is het volgende. We hebben hier ons hypotheekvergelijkssysteem. Mm-hmm. Dat betekent dat alle in de Nederlandse markt aanwezige producten in ons systeem ingebracht zijn. En wat we nou gaan doen is jullie persoonlijke situatie brengen naar de financiering. Want iedereen zit toch anders met zijn financiering. Ieders omstandigheden zijn anders. Mensen willen andere dingen. Bijvoorbeeld, breng ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering in? Moet ik mijn hypotheek mee kunnen laten verhuizen? Wil ik een vaste rente? Wil ik een variabele rente? Kortom, er zijn zoveel varianten in dat iedere hypotheek maatwerk is en persoonlijk naar de mensen toegebracht moet worden. En dat kan via ons hypotheekvergelijkssysteem. Oh ja, wat me ook nog te binnen schiet. Wij verwachten van haar ouders over 2 jaar mogelijk een schenking. En we vroegen ons af, is dat in te calculeren al? Ja, dat is heel goed. Ja, dat is heel belangrijk. Want er zijn maatschappijen die daar helemaal niks mee kunnen. Er zijn maatschappijen waarbij je dat bedrag als het ware al in kunt brengen op een bepaalde manier. Maar daar kom ik straks op. Maar dat is een hele belangrijke. Dat zal ik even noteren. Goed. Oh ja, en ik had nog een vraagje. Ik werk bij een firma die heeft filialen door het hele land heen. Ja. Wat gaat er gebeuren als je eventueel moet verhuizen? Kan ik dan die hypotheek meenemen? Oh, dus je zegt dus dat het mogelijk is dat je straks moet verhuizen. Dan ga je is altijd aanwezig. Dat is een hele goede, ook die neem ik mee, want dat is heel specifiek voor jullie van belang. En er zijn maatschappijen die daar prachtige oplossingen voor hebben. Dat vind ik heel fijn, daar kom ik daar dan nog even op terug. Dus dan gaan we nu het systeem in. Ja. Dat is altijd een spannend moment, als de computer een uitdraai gaat maken, want dan wordt het duidelijk of het allemaal haalbaar is. Maar dat horen we volgende week, want we gaan nu eerst naar Myrna. Die wacht op ons in de gemeente van deze week, Harderwijk. Harderwijk, vrijwel elke Nederlander weet daar wel.